daar lees je nooit een stuk over in de krant. Het zijn altijd de achterblijvers die het moeilijk hebben. En, tegenwoordig is vrijwel de hele bevolking dyslectisch. Dat was, is die dat wel eens opgevallen? In mijn tijd bestond het woord dyslectisch volgens mij niet. Ik kan me niet herinneren. We hadden wel domme kinderen in de klas, maar die waren niet dyslectisch. He? Net zo goed als je hele drukke jongetjes had. En er waren gewoon drukke jongetjes die af en toe een klap voor een kop kregen van de bovenmeester. Maar nu hebben ze ADHD en worden ze gedwongen om Ritaline te gebruiken. Wat, zoals u weet, een zeer sterk verslavend, ellendig middel is. Mocht u mensen in uw familiekring hebben die Ritaline voorgeschreven krijgen namens mij. Ik heb ook medicijnen gestudeerd. Ik heb er nooit iets over gezegd, maar het is niet waar hoor. Maar ja, ik heb 4 maanden farmacie gestudeerd, dus ik zit er toch wel een beetje in. De medicalisering van dit soort van gebreken of afwijkingen, wat u er verder van bakken wil, dat is echt een hele ongelukkige ontwikkeling die we terug zouden moeten draaien. Maar daar vind je in het algemeen weinig support voor. ADHD, hè, Ritaline, dyslectisch. Weet u dat en er is er een speciaal budget gekomen voor dyslectische kinderen. En de school krijgt een als je dus zegt, ik ben dyslectisch, krijgt de school een pakketje. Een extra financieel pakketje om jou vanwege die dyslexie iets extra's te leren hoe je... hoe je kunt begrijpen hoe het kofschip in elkaar zit. Kofschip in elkaar zit. Hè? Voor veel mensen een onoverkomelijk probleem, zoals u weet. En wat u begrijpt eigenlijk al wat er gebeurd is. Sinds dat mogelijk is, is het aantal dyslectische kinderen steil gestegen. Hè? Want die scholen willen allemaal wat extra budget hebben. Hè? Dus je verklaart gewoon de kwart van alle leerlingen, die maak je dyslectisch. Wie van u is dyslectisch? Daarom, ik wil niet kwetsend uitpakken. Gelukkig niemand. Nou, dat. Ja. Dat is nou weer een voordeel dat er niet veel mensen zijn. Dat er geen mensen bij zijn die dyslectisch zijn. Of die hebben het niet goed gelezen en die komen morgen. Dat is ook een mogelijkheid natuurlijk. Ja. We hebben steeds meer kwalen. Autisme heeft, is die dat... In mijn jeugd bestond autisme niet. Hè? En nu heb je geloof ik in het autisme spectrum 27 varianten, als ik het allemaal goed gelezen heb in de weekendbijlagen van de krant. Hè? En sinds mijn vrouw dat gelezen heeft, zegt ze dat ik zeker toch in, nou, minimaal mijn variant 8 ben. Hè? Op een schaal van 1 naar 27, dat ik toch wel, ja... Ja, maar vroeger wist je dat niet, dat je autistisch was. Hè? Ik had er vroeger misschien mooie sier mee kunnen maken, maar nu heb je er niks meer aan eigenlijk. Waar was ik blijven steken? Bij de gijzeling door de boze burgers in feite, daar was ik blijven steken. Hoe komt dat nou? Dat we dus alsmaar wel horen over de boze burgers... Terwijl die in feite volgens de onderzoekingen niet veel meer zijn dan 18% van de bevolking. Laat ik beginnen met u. De laatste manifestatie der boze burgers was natuurlijk de opstand in Nederland. De burger is boos tegen de asielzoekers die ons uit Syrië waren aangereikt. Door, nou ja, door Assad, door de rampzalige toestand ter plekke. En u heeft dat allemaal gezien, Steenbergen heeft u gezien en Hees en Woerden en wat was het nog meer, was het niet Geldermalsen? Hè? Ook, ja, klopt dat? Was dat met die dominee, daar vond ik het interessantste eigenlijk. Dan kregen een dominee, want het schijnt nogal een vrij orthodox-christelijke gemeente te zijn. En er werd aan door een tv-ploegje aan de dominee gevraagd, wat vindt u er nou van dat u... Nou ja, dat een groot deel van de Geldermalse bevolking die lui absoluut niet hebben wil, terwijl ze bovendien nog op een industrieterrein zouden worden ondergebracht. Dat je dacht, nou ja, wat heb ik daar nou voor last van? He, want ja, je gaat toch in Utrecht ook niet elke dag naar het industrieterrein kijken. Nou, zei die dominee, ik sta volledig achter mijn gelovigen. En dan denk je toch, goh, ik dacht, het christendom is dat niet. Is dat niet een religie van naaste liefde en van... Van vergeving en
Maar kennelijk is dat ook, is ook de kernboodschap van het christendom is op een of andere manier in Barneveld in die eieren verwerkt. En nu weet niemand meer. Nu weet niemand meer eigenlijk hoe het precies zit. Hè? Dat je, ja, dan praat u wel eens tegen de tv, of niet? Nee? Ja, wie praat nooit tegen de tv? Oh, dat zijn ze echt een kleine minderheid. Nou, ik praat tegen de tv. Dus ik roep dan, ik stuur je nog wel een Nieuwe Testament. Want kennelijk heb je dat ook niet meer gelezen sinds je theologische opleiding voltooid is. Hè? En ondertussen ben je vergeten hoe het zit. Sowieso natuurlijk is het orthodoxe christendom, voor zover ik het kan zien, en misschien is mijn interpretatie weer erg liberaal, grotendeels strijdig met de boodschap van de Heer Jezus. Maar goed, dit tussen haakjes. Ja, dat was dus, ach, er waren nog een paar hees. Was hees niet waar ze dat vark in de bomen hadden gehangen? Maar je dacht, ja, zonde van zo'n vark eigenlijk, toch? He? Dacht u dat niet? Ik dacht, als je die nou losknipt en nog in de diepvries stoppen, dan is het misschien nog wat te redden. Maar nu de onderzoeking, u denkt waarschijnlijk ook dat eigenlijk de meerderheid van de Nederlandse bevolking representeerde. Deze gevoelens van we willen ze niet hebben, donder op, waarom verzuipen ze eigenlijk niet, kunnen we die bootjes niet lek prikken, nou ja, we gaan ze in ieder geval niet leren zwemmen. Daar komen we helemaal nog meer narigheid van. Nee, dat bleek helemaal niet uit onderzoekingen. Want hoe groot was feitelijk de groep die ze absoluut niet wilden hebben, volgens de onderzoekingen? Dat was ongeveer 20%. Kortom, we zijn weer terug bij de boze burger en zijn 18%. Of de 16% van de LPF. Of zo, zult u zien, bij Trump is het eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel anders. Die zweeft ook op boze burger. Nee, wat bleek? Eigenlijk een vrij groot deel van de Nederlandse bevolking, 25%, had geen enkel bezwaar tegen de vluchtelingenstroom. Dat strookt een beetje. Heeft u dat bericht gelezen dat in Amsterdam werden geloof ik 600 of 800 vluchtelingen zouden in Amsterdam ondergebracht worden? En toen hebben zich 5000 vrijwilligers gemeld. Er waren dus veel te veel vrijwilligers. Er was voor elke vluchteling waren 10 vrijwilligers. Dat wil je ook liever niet als vluchteling. Dat je 10 vrijwilligers hebt. Ja, het deed me een beetje denken aan die ambulance file toen dat Turkse toestel was neergestort. Waar de hulpverlening sterk vertraagd werd omdat er zoveel ambulances waren gekomen dat die waren in de knoop geraakt. Toen dacht ik ook, Nederland is het enige land waar er zoveel ambulances komen dat ze de eigen hulpverlening saboteren. Ik kon me geen ander land voorstellen waar dat zou gebeuren. Ik kom terug op mijn punt. 40% had, mits met redelijkheid, ook geen bezwaar. Dus we zitten nu al op 85%. Kennelijk heb ik ergens een rekenfoutje gemaakt, want 20% was tegen. Daar kwam het op neer. Dus er klopte niets van het beeld wat de media ons gaven van dat het hele volk in opstand kwam. Wat moeten we met die klerenleiers enzovoort enzovoort. Dat was helemaal niet zo. Een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking had er helemaal geen principieel bezwaar tegen. En dat is toch wel een vrij interessante zaak. Want dat sluit ook weer aan bij mijn betoog over de boze burger. Dat is een betrekkelijk kleine minderheid. Want nu moeten we even kijken hoe het met de rest van de burgers zit. Die hebben we nog niet behandeld natuurlijk. Ruim 30% van onze Nederlandse bevolking, dus zeg maar globaal bijna 2 keer zoveel als de ontevreden burgers, bestaat uit zeer tevreden burgers. U bijvoorbeeld. Hè? Ja, kan ik het ook even wie van u is een uitgesproken ontevreden burger? Zeg van nou, zoals het de laatste tijd is gegaan, Nederland is echt totaal op het verkeerde pad. Hè? We moeten uit de EU. Terug naar de gulden, dat is maar te beginnen. Dat is het begin. En dat daarna verplicht stroopwafel eten. Elke dag verplicht een bitterbal. Nou ja, gaan ze maar door. Een bescherming van het cultuureigen. Het Historisch Museum voor Nederland komt weer terug. Wat de kosten ook mogen zijn. Wie is daarvoor? Ik zie het dan. U ziet daar niks in. Dus nu hebben ruim 30% van de bevolking helemaal niet ontevreden. Maar het wonderlijke is, we luisteren wel
naar die 18% die voortdurend boos is. En we luisteren niet naar die 30% die helemaal niet boos is, maar ook helemaal niet. En dan is er nog een hele grote groep, dat heeft u ondertussen natuurlijk ook al uitgerekend. Die weet het niet precies, sommige daarvan zijn bezorgd. Maar wat dat is, kan het SCP niet helemaal duidelijk maken. Maar goed, die kennelijk staan die vrij neutraal in het midden eigenlijk. En er wordt natuurlijk bij veel opiniepeilingen gesuggereerd dat iedereen een uitgesproken mening over tal van zaken heeft. Maar in werkelijkheid is dat natuurlijk helemaal niet zo. Nu moeten we ons afvragen, wie zijn eigenlijk die boze burgers? Wie zijn dat? Zou u daar een slag naar kunnen slaan? Kent u zelf boze burgers? Wie van u kent boze burgers? Ah, u kent. En kunt u daar een hele korte beschrijving van geven van die boze burger die u kent? Nee. Oh. Het is wel een normaal mens. Het is een normaal mens, oké. Nou, laten we dan eens kijken. Het zijn, als je kijkt naar de boze burgers, niet alleen bij ons, ik kom zo op de Verenigde Staten. Ik moet wel even de tijd in de gaten houden. Even kijken. Pot voor drie. Is dat zo? Is het 9:45? Oh, nou dan hak ik even heel snel. Ja, moet, dat kan niet anders. Ik al die tijd verdaan heb. De boze burgers, dat zijn meer mannen dan vrouwen. Ik heb het vaker gezegd, ik zeg het nu maar nog een keer. Als we het algemeen mannenkiesrecht zouden afschaffen, dan zouden we eigenlijk al in veel veiliger vaarwater komen. Mannen zijn hopeloos. Ja. Applaudisseert u rustig. Wat mij betreft is er nog maar één man die kiesrecht heeft als dat doorgevoerd wordt. Ja, daar moet u toch begrip voor hebben. Dat de initiatiefnemer die je niet door getroffen gaat worden. Ja, het zijn meer mannen dan vrouwen. Wat, hoe denkt u dat het met de leeftijd zit van de boze burger? Wat zijn er? 20? Nee, het zijn, dit zijn allemaal statistische categorieën. Dus er zullen wel boze burgers zijn van 22, maar, en vrouwen dan, maar dat is een vrij unieke soort. In principe zijn dit mannen, maar het zijn ook wat oudere mannen. Het is zo'n beetje de 55-plus man, hè? Globaal gesproken. Vaak met een, wat zouden we nog meer kunnen zeggen, laag opgeleid. Ja, dat klopt. Laag opgeleid, Trump zijn kiezers, hè, zijn voor het overgrote deel, hebben die alleen een high school opleiding. Zodra mensen in Amerika een college opleiding achter de rug hebben, al is het maar 2 jaar college, dan stemmen ze alweer anders dan wanneer ze alleen een high school opleiding hebben. Ze hebben een laag inkomen, ze hebben vaak een zeer geschakeerd arbeidsverleden, zijn wel eens werkloos geweest, zijn nog werkloos en hebben ook vaak een kwetsbare gezondheid. Ze zijn ook vaak iets te dik. Dat is eigenlijk de enige categorie waardoor ik eventueel ook nog wel populistisch zou kunnen stemmen. Ja, je ziet, er is altijd wel ergens overlap in het systeem natuurlijk. Ja, ja, zo zit het ongeveer. En nou nog even, denkt u dat er ook een soort geografische bias in zit in Nederland? Waar denkt u dat de boze burgers een beetje vandaan komen? Ja, het gek, Groningen. Nou, misschien Belling, misschien helemaal tegen het. Hè? In principe kun je zeggen de periferie van Nederland. Omdat het daar natuurlijk sociaal-economisch veel minder goed gaat dan in het traditionele kerngebied van de Randstad. Utrecht hoort tot de Randstad, zou ik u ook zo nog even. Ja, ik moet nog wel dadelijk even iets over 10 nog een paar kleine dingetjes doen. Ja, ik keer even terug voor de lol naar dat referendum. De 4 grote steden, die waren namelijk 2 van onze 4 grote steden, hebben tegengestemd in het referendum. En 2 hebben, frappant genoeg, met vrij hoge percentages voorgestemd in het referendum. En mijn vraag aan u is, welke steden denkt u hebben tegengestemd in het referendum? Amsterdam? We hebben er al 3 van de 4. Dat is natuurlijk eigenaardig. Daar moet er 1 uit. Hè? Amsterdam zit u fout. Hè? Je denkt Amsterdam, eigenwijze stad, altijd in opstand en zo. Nee. Den Haag en Rotterdam hebben tegengestemd. Waarom? Omdat ze worstelen met grote sociaal-economische problemen. Hè?
Nou, ik weet, Rotterdam en dan met name Rotterdam-Zuid is in feite het grootste urbane probleemgebied van Nederland. Abu Talab heeft daarvoor 200 miljoen euro extra gekregen om daar een beetje schwung in te brengen in Rotterdam-Zuid. Ja, nu moet ik even overstappen. U heeft nou een vrij aardig idee van de boze burger en met name de vraag, u weet nu wie het is. Zij het statistisch, weet u wie het is. En misschien is het toch zaak dat we... Ik heb trouwens wel begrip voor de boze burger. Ik begrijp best wel waarom die burger boos is. Want hij is laag geschoold. Een van de grootste problemen waar westerse samenlevingen mee te maken hebben is dat we de laaggeschoolden eigenlijk heel moeilijk goed betaald werk kunnen aanbieden. He, dat is een lastige zaak. Het zijn, zoals je wel in de krant leest, en daar zit een aanzienlijke kern van waarheid in, het zijn de verliezers, niet waar, van de economische ontwikkelingen van de afgelopen 3 decennia. Daar komt het eigenlijk op neer. He, hoe lager geschoold, hoe groter de problemen die je hebt. Ook als je op je 55ste werkloos wordt, heb je ook, zelfs als je hooggeschoold hebt, heb je nog aanzienlijke problemen natuurlijk. Dat laten we nog wel eens buiten beschouwen. Misschien dat dat ook nog een rol speelt. Ja, het zijn dus wel een beetje de verliezers. Al moet ik zeggen dat zijn bijvoorbeeld, als je het vergelijkt met de Verenigde Staten, in Nederland de inkomensverschillen toegenomen over de afgelopen 30 jaar. Nauwelijks toegenomen. Is Nederland een egalitair land? Ja, u zit natuurlijk te denken, egalitair. Dat is natuurlijk maar zolang als het breed is. Wat is het modale inkomen in Nederland? Heeft u daar enig idee van? Ja, zo'n 33.000 per jaar. Dat is een beetje het modale inkomen in Nederland. Maar er zijn natuurlijk heel veel wat oudere Nederlanders die leven van, als je met z'n tweetjes bent, heb je 1400 AOW. Het gemiddelde pensioen in Nederland is ruim 500 euro per maand. Dus dan zit je op 1900 euro per maand. En dan moet u zeggen dat zou bij mijn stroopwafelconsumptie zou mij dat niet meevallen om daarvan te leven, moet ik u zeggen. Hè? Dan denk je wel zo. Maar goed, dat is vergelijkenderwijs zijn Nederlandse bejaarden, anders dan Henk Krol zegt, er relatief heel goed aan toe. He? Want hebben ze bijvoorbeeld in Duitsland AOW? Ze hebben renten, maar waar is dat afhankelijk van? Vaak van je arbeidsverleden. Dus ook in Amerika heb je Social Security. Dat is een soort van AOW, maar sterk afhankelijk van je arbeidsverleden. Heb je een geweldig arbeidsverleden, kun je zelfs iets meer krijgen dan je in Nederland AOW krijgt. Maar heb je een heel geschakeerd en moeizaam arbeidsverleden, dan is het niet zo verschrikkelijk veel. Het is ook vaak een samenwerking met de staat waarin je leeft en dat kan ook weer grote verschillen genereren. De meeste mensen zijn zich absoluut niet bewust wat een uniek systeem de Nederlandse AOW is. Want als u uw hele leven niks heeft gedaan, krijgt u toch AOW in Nederland. Precies evenveel als iemand die zich zijn hele godganse leven de takken heeft gewerkt. En dan heb ik geen medelijden met degene die zich de takken heeft gewerkt, maar juist met degene die niks heeft gedaan. Want u weet, na enige gewenning blijkt werken enorm aangenaam te zijn. Of heeft u dat nooit... In het begin denk je van, jakkes nog aan toe. Je komt van school, je gaat studeren. Nou ja, dat is allemaal enorm relaxend georganiseerd. Als in Utrecht de zon tevoorschijn komt, dan zitten er hier zo'n beetje 75.000 mensen op de terrassen. Als u daar even de leeftijdsopbouw van bestudeert, dan kunnen dat alleen maar onze studenten zijn. Ik ben er altijd weer verbaasd over. Die klaarblijkelijk, nou, een enkeling heeft een blok nootje voor zich, maar echt een diepe indruk maakt het op mij niet, eerlijk gezegd. En u weet, de ene helft van de studenten die werkt de ene helft in de horeca en bedient de andere helft. En in de tweede helft van de week wordt het omgewisseld en wordt het geld wat ze de eerste helft hebben verdiend omgezet. Zo zit het. Dat is een heel mooi rondlopend economisch systeem eigenlijk waar niets aan ontbreekt. Ik kan u zeggen, ik ben hier in 62 aangekomen als student en was er een terrasje? Nee, ik kan me niet herinneren dat hier enig terras was. Nou, misschien bij Keibar, zoals dat heette. Maar dan stonden er 3 van die rieten stoelen buiten, bij wijze van spreken, maar niet. En nu is het, nou ja, het is ongelooflijk werkelijk. Hè? Zelfs bij mij in de buurt, terwijl ik in Oost woon, struikel je over de terrassen. Hè? De gemeente faciliteert het ook in hoge mate.
hoe was ik hier terechtgekomen? Ja, bij die inkomensverschillen. En bij de verliezers van de economische ontwikkeling. Eigenlijk is het gekste verschijnsel wat zich in Nederland voordoet, ook niet alleen in Nederland, maar daar kun je ook op de lange termijn je vraagtekens bij zetten, is met wie trouwen hoge scholden? Met andere hoge scholden. Je kunt er wel een zeker begrip voor opbrengen natuurlijk. Hè? Ja. En waar leidt dat toe? Dat leidt eigenlijk tot een nieuwe sociale stratificatie. Hoeveel mensen zijn er in Nederland hogeschool, denkt u? Van als het totaal percentage van de bevolking. Dan moet je natuurlijk eerst weten wat hogeschool is. Een hele interessante vraag natuurlijk. Ja, 30% is hogeschool. Dus HBO plus universiteit. Dat is natuurlijk al een wonderlijke zaak dat dat 30% is. Nou kun je natuurlijk bij de hogeschool in Holland kun je eventueel in looppas van de vooringang naar de achteringang en dan ben je in principe hogeschoold. Nou, ze schijnen het nu wel aangepast te hebben, maar hogeschoold, ja, dat leidt tot een nieuw. U kunt zich, velen van de ouderen onder u kunnen zich nog herinneren hoe deze discussie in de jaren 70 was. Want hoe was het? Intelligentieverschillen hadden niets te maken met de genetica, maar waren puur en alleen het gevolg van opvoeding, sociaal-economische positie enzovoort. Ik zou niet willen ontkennen dat dat niet een factor is in de ontwikkeling, maar dat blijkt in de werkelijkheid niet te kloppen. En voor een niet onbelangrijk gedeelte is intelligentie genetisch. Dus we hadden eigenlijk We hadden een systeem waar het heel onrechtvaardig was geregeld. Met een aristocratie die in feite de lakens uitdeelde met een relatief kleine hogere burgerij. Dat hele systeem is verdwenen. We hebben een meritocratie ontworpen. Een systeem in feite waarin iedereen die de talenten heeft naar boven kan. Hè? Ik heb het bij het vorige kabinet nog eens uitgezocht. Nee, dat was geen gelukkig kabinet. Was het bij dit kabinet. Nou, anyway, heel veel van onze politieke top, niet waar, die is vrij snel opgestegen vanuit de onderste 50% van de bevolking naar de bovenste 50% van de bevolking. Maar de vraag is of dat proces niet op een moment gaat stagneren. Want u weet, de hogescholen trouwen met andere hogescholen en zetten alle denkbare zeilen bij om ervoor te zorgen dat hun kinderen ook hogeschoold raken. Hè? Ten eerste kunnen ze zelf helpen met het huiswerk. Ja, er is een tijd geweest dat ik ook heel goed op de hoogte was van de meetkunde in de eerste klas. Ik moet zeggen dat ik vanaf de derde klas het niet meer volgen kon. En als je het niet meer zelf kunt doen, dan kun je je kinderen op een huiswerkklasje doen. Hè? Wat ook gebeurt, zoals u weet, op grote schaal. Dat is een van de meest winstgevende economische sectoren van Nederland. Het huiswerkklasje, hè? Wat te denken geeft over de efficiëntie van het onderwijs zelf natuurlijk. Ja, dus zijn we niet op weg eigenlijk via een meritocratisch systeem, wat op het eerste gezicht zo democratisch mogelijk is, naar een nieuwe stratificatie die in feite een product is van scholing en genetische bagage. Hè? En wat moet je daaraan doen? Daar kun je maar één ding aan doen. Namelijk dat je zorgt dat de inkomensverschillen niet te groot worden, A. En B, dat je de verzorgingsstaat intact laat. Dat wil zeggen dat je voor een zo groot mogelijke groep in feite de grote risico's van het leven probeert te ondervangen. Nu moet ik nog even in 5 minuten doen wat ik beloofd had te doen, namelijk Donald Trump. Als u goed geluisterd heeft, dan kunnen we al een groot deel van het betoog overslaan, want Donald Trump die steunt in feite op boze burgers, boze Amerikaanse burgers. Maar gek genoeg, als je het even analyseert, zie je dat dat precies dezelfde groep is als het in Nederland is. Namelijk oudere mannen, oudere conservatieve mannen met een lage opleiding en een zeg, moeizaam arbeidsverleden. Laten we het maar even zo zeggen. Hè. Zijn het ook echt arme Amerikanen, wat je nog wel eens in de krant leest? Nee, uit analyse blijkt dat ze modaal toch al heel gauw aan een inkomen van $70.000 per jaar tikken. Dus dat is zo'n beetje de onderkant van de middenklasse. Maar ik ben het belangrijkste vergeten. Wat voor kleur denkt u dat ze hebben? Blank. Blank.
Ze zijn wit. Het zijn de witte. Hè? En dat is de belangrijkste drijfveer waarschijnlijk van hun boosheid. Natuurlijk de onzekerheid van die Amerikaanse blanken die niet in de top van de samenleving meedraaien. En die het gevoel hebben dat het traditionele Amerika, laten we zeggen van de jaren 50. In Nederland heb je ook zo'n nostalgie naar de jaren 50. Toen geluk nog heel gewoon was, u weet het wel. Hè? Oh, het waren heerlijke jaren. Ja, het is mijn jeugd en het, ach, vaak verlang ik nog naar de jaren 50. Ja, toen je een boterham met tevredenheid had, stemde je pas echt gelukkig. En je had niks en je was toch tevreden. Ik kan u garanderen, dames en heren, het waren klote jaren. De jaren 60 waren in velerlei opzichten wel degelijk wat de generatie van toen beweerde. Het waren bevrijdende jaren. Het gaf veel meer individuele mogelijkheden dan de jaren 50. Denkt u aan de huwende vrouw in de jaren 50 tot 1958... was de gehuwde vrouw juridisch incompetent. Denk daar eens aan. Mevrouw had een leuk mixertje gekocht en had ze klaargezet op de keukentafel. Meneer komt thuis en wat is dat voor een raar molentje? En had ze gezegd, nou, een hartstikke leuk mixertje. Ik heb de blokken gekocht en je kunt er alles in mixen wat je wil. En de meneer zegt, ja, ik heb helemaal geen behoefte aan mixers die alles kunnen mixen. Ik geef mij maar gebakken aardappelen en spruitjes en een halfbal gehakt. Het hoeft niet gemixt te worden voor mij. Breng het maar weer terug. En dan moest je het weer terugbrengen. Ik weet niet precies waar de grens lag, maar je moest het gewoon weer terugbrengen. De ambtenares die zwanger raakte, werd ontslagen. Allemaal pas geregeld in de late jaren 50. So much voor de jaren 50. Wie heeft niet op een middelbare school gezeten? Wie van u heeft in de jaren 50 op de middelbare school gezeten? Dat is vrij, ja, u bent de enige. En ja, en ik dan dus ook. Hè? Van welk geboortejaar bent u? Nee, steek de vinger op. Ja? 41. 41, ja. U bent 2 jaar ouder dan ik. Dus kortom, ik een diepe eerbied, dit past mij. Want ik vind namelijk iedereen die ouder is dan ik echt heel oud. Iemand die even oud is als ik, vind ik heel normaal. En iemand die jonger is dan ik, die vind ik echt piep en piep jong. Zo zit mijn perceptie van de ouderdom feitelijk in elkaar. Ik denk dat dat voor de meeste mensen geldt trouwens. Het is een opschuivend systeem naarmate je zelf ouder wordt. Ja, in de jaren 50 kon het je nog overkomen dat je dromde de school binnen, de bel ging, de rector stond altijd zo'n beetje bij de voordeur te kijken. En die zei dan, kom jij eens even hier. Vinden jouw ouders dat leuk, dat jouw haar zo lang is? Nou, dat kan mijn ouders niks schelen, meneer Van der Veen. Nou, mij wel. Dus als het morgen niet geknipt is, dan hoef je ook helemaal niet meer te komen. En dan was je toch wel zo goed dat je naar de kapper ging. 95 cent was die. Ja, het was een, ik ga maar niet zeggen hoe die heet. Dat is een vuile fascist, volgens mij. En dan moest je dus je haar laten knippen, omdat de rector, die beviel het niet, dat het zo, het hoefde maar een halve millimeter over je oor heen te hangen. Ik heb nog gezegd, ik heb zulke grote oren, dat zelfs bij kort haar hangt het eroverheen. Was er niet over, u weet dat de oren doorgroeien naarmate je, wist u dat? Dus als ons ooit een veel langere leeftijd gegund is, voordat we allemaal 125 worden, dat je dus zulke kokkers van oren krijgt. Dat je denkt, dan ben ik liever dood eigenlijk. Ik wil je misschien een stukje laten demonteren. Ja, kortom, de boze burgers in Amerika zijn grotendeels precies dezelfde personen met precies dezelfde sentimenten als het in Nederland en trouwens ook in de rest van West-Europa. Want het hangt voor een heel belangrijk gedeelte in Nederland, ook natuurlijk op immigratie. We danken Pim Fortuyn aan de omvangrijke immigratie van de jaren 80. En 90. En in Amerika is evenzeer sprake van omvangrijke immigratie en een snelle groei van met name de Latino-kiezers. En de blanke Amerikanen, zeker wanneer ze dus sociaal-economisch en sociaal-cultureel onzeker zijn, die projecteren dat heel sterk op de binnenstroom van wat zij zien als niet-typische Amerikanen. Vreemdelingen eigenlijk, de ander, om het maar even zo te zeggen.
Waarbij ook in Amerika, vreemd genoeg, hoewel er geloof ik 1% moslims zijn, deels ook die rare moslimangst tot ontwikkeling. Hè? Wat heeft u Trump horen zeggen? Er komt geen moslim meer in tot we zeker weten dat er geen enkele terrorist bij is. Ja, wie was eigenlijk de eerste die ik ooit heb horen zeggen, er komt geen moslim meer in als het aan mij ligt? Pim Fortuyn, weet u het nog? Nee, ja, kennelijk bent u het een beetje vergeten. Maar hij was een tijd vooruit, hè? Want die moslimangst is sinds die tijd, is die obsessie, want het is gewoon een obsessie, het is in feite een soort psychisch trauma, zoals uit wat we onszelf aangepraat hebben, by the way. Dat is alleen maar erger en erger en erger geworden. En veel mensen geloven ook in die onzin natuurlijk. Ja, terwijl in Amerika is er ook 1% van de bevolking, maar wat is het bij ons? Hoeveel moslims, wat is het percentage moslims in onze bevolking? Dat is 5%. Hoe groot acht u de kans dat die 5% ons gaat overtuigen van de eeuwige waarde van de Koran? Nou, dan moeten ze toch wel over hele bijzondere talenten beschikken om de andere 95% van de bevolking daarvan te overtuigen. Lijkt mij althans. Of zijn er bij u al mensen die zo'n cursus volgen van dat je toch een beetje weet waar we aan toe zijn als we geïslamiseerd worden. Want dat is het, hè, wat Pim zei. We worden geïslamiseerd. Dat is wat Geert zegt. Dat is wat heel veel mensen denken. Dat het een soort, nou ja. Sinds wanneer kent iedereen het woord tsunami? Vanwege Geert. Hè? Geert ziet allemaal tsunamis. Hè? En dit is wel de ergste tsunami in feite. Goed, nu nog even Trump. Ja, Trump heeft zijn kans gekregen om heel eenvoudige reden dat er aanvankelijk 17 Republikeinse kandidaten waren. En van die kandidaten was hij de bekendste en de beroemdste. En bovendien in al die debatjes was hij de enige die een beetje opwinding in de tent gaf. En bovendien zei hij iets wat nou precies de boze burgers wilden horen. Namelijk dat immigratie, dat afgelopen moest zijn. Hij ging 11 miljoen Mexicaanse illegalen deporteren. Een woord wat je in Nederland niet zo makkelijk gebruikt, maar wat in Amerika neutraler van toon is, omdat ze ook van niks weten natuurlijk. Historisch zijn ze niet zo geschoold. En bovendien wordt er een muur gebouwd. He, langs de Rio Grande wordt een muur gebouwd. Wie gaat die betalen? Mexico, zegt hij. Ja, Mexico heeft al gemeld dat ze dat absoluut niet gaan doen. Dus we zijn heel benieuwd hoe dat nu uitgevoerd gaat worden. Dan de vraag natuurlijk uiteindelijk. Als u even op hebt gelet bij die voorverkiezingen, dan haalde Trump in het begin, later toen het duidelijk werd dat hij ging winnen, gingen die percentages omhoog, maar aanvankelijk haalde hij ongeveer 35% van dat percentage in de voorverkiezingen. En dat was steeds voldoende voor hem om die voorverkiezingen te winnen. En vaak zijn voorverkiezingen winner-take-all systemen, dus als je de grootste bent, win je in feite alle gedelegeerden. Niet altijd, maar vaak wel. En wat u natuurlijk het meeste beklemt is de vraag, kan die het worden? Zou die president kunnen worden? U weet waarvoor je daarna moet kijken, naar de wetkantoor. Verreweg de beste voorspellers is dus ook in Nederland niet Maurice de Hond, maar de wetkantoor. Wat voorspellen die? Want dan moet je geld zetten op wat je denkt dat er zal gaan gebeuren. Dus daar denk je wel twee keer na voordat je allerlei losse verklaringen afgeeft. Volgens de wetkantoren heeft Hillary 70% kans om te winnen en heeft Trump 30% kans om te winnen. Ik zou zelf zeggen, voorzichtigheidshalve, ik ben ook maar historicus, dan ben je altijd heel voorzichtig. Ik zou zeggen, A, de aanname moet zijn, Hillary maakt geen grote fouten. Maakt ze grote fouten, dan ligt het terrein open. B, de opkomst, ik zal u zo uitleggen waarom, moet relatief hoog zijn. Dat is B. En wat had ik ook weer voor C? Er moet niet zo'n hype ontstaan als met Fortuyn in 2001, 2002. Een beetje met Trump in de afgelopen maanden. Dat kan tenslotte een soort van zuigkracht ontwikkelen, nietwaar? Waardoor die twisters in de Verenigde Staten aan hun energie komen. Dus dat moet ook niet gebeuren.
Nou, alles bij elkaar optellende zou het mij enorm verbazen als Trump zou winnen. De Amerikaanse verkiezingen, anders misschien dan u zich meestal realiseert, zijn getrapte verkiezingen. Dat wil zeggen, men stemt voor zogenaamde electors, kiesmannen in het college van kiesmannen, in het Electoral College. Dat komt omdat de Founding Fathers eigenlijk de gewone man niet erg vertrouwden met de keuze van een president. En die wilde een soort van buffer tussen presidentsverkiezingen en de gewone man. Voor het geval dat. In de werkelijkheid tikt het meestal rechtdoor. Dat betekent dat in Amerika eigenlijk geen popular vote is. Ja, je kunt alle uitgebrachte stemmen kun je bij elkaar optellen, maar dat is eigenlijk niet zo wijster interessant. Want er zijn eigenlijk 50 verschillende verkiezingen in 50 verschillende staten. En daarbij is het allerinteressantste dat een groot deel van die staten daar, als u daar zou zijn op dit moment, dan zou u misschien helemaal niet eens van, nou dat is heel onwaarschijnlijk, van Trump gehoord hebben. Want dat zijn staten waarvan iedereen weet wat ze gaan stemmen. Wyoming, dat weet iedereen wat Wyoming gaat stemmen, namelijk Republikeins. En iedereen weet dat Massachusetts democratisch gaat stemmen. Er zijn maar 15 staten, dat zijn zogenaamde swing states, die kunnen met kleine percentage verschuivingen kunnen die of democratisch of republikeins stemmen. U kent ook allemaal de belangrijkste swing states, Ohio, Florida, Arizona en nou, zo zijn er nog meer. En u wil het geval dat door die demografische verschuivingen, waar ook die blanke oudere kiezers zulke zorgen zich over maken, eigenlijk in de loop der tijden het aantal swing steeds groter is geworden en met name ten gunste van de democraten. Er zijn nu een aantal staten die nog geen 20 jaar geleden absoluut sure republikeins zouden stemmen, waarvan je nu niet meer weet of dat er zelfs een goede kans is dat ze democratisch zullen stemmen. Neem Colorado, van traditioneel een agrarische staat waar ze allemaal republikeins stemden. Ook de bisons. En dat is niet meer zo. Waarin ligt dat? Dat ligt aan de stad Denver. Denver is een van de snelst groeiende steden van de Verenigde Staten. En Denver is een very liberal city. En die overweldigt dus eigenlijk het platteland van Colorado. Vergeet niet dat zo'n staat 4 keer zo groot is als Nederland. Of 5 keer zo groot. Of weet ik wat het precies is. Het is een enorm groot land. Andere staat, Virginia. Traditioneel een zeer conservatieve, zuidelijke staat. Maar alle ambtenaren, niet alle, maar veel ambtenaren die in Washington werken, wonen in Virginia. En ambtenaren zijn democraten. Weet je ook in Nederland. Ambtenaren zijn allemaal links. En alle rechters zijn vrouwen van D66. Dat is toch algemeen bekend? Of was u helemaal, wat had u niet in de gaten dat dat zo was? Vandaar dat we in slappe straffen en ze hebben nog geen moord gepleegd of ze staan maar weer buiten en zo. Straffen wij slap trouwens in Nederland? Wat? Helemaal niet. Helemaal niet. Wij waren vroeger op het niveau van Denemarken. Daar krijg je een medaille als je je buurman vermoord, bij wijze van spreken. En we zijn nu op het niveau, we staan dichter bij Engeland en Spanje, wat strenge straffen zijn, dan we bij Denemarken staan. Wat ons niet siert, naar mijn idee, want er is geen enkele schijn van het bewijs dat streng straffen, dat ook erg effectief is. Maar dat is ook weer een heel ander thema, in principe. Dus het hele systeem van de Amerikaanse verkiezingen, de demografische verschuivingen in de Verenigde Staten van de afgelopen 30 jaar, maken eigenlijk dat de kansen van de democraten bij in de presidentiële jaren veel beter zijn dan die van de republikeinen. Gaat u maar even na. Sinds 1988 hebben de republikeinen maar eenmaal de popular vote gewonnen. En wanneer? In 2004. Want ook in 2000 heeft Al Gore de popular vote gewonnen. Maar hebben de republikeinen de popular vote dus verloren. Maar degene die de popular vote verloren had, is toch president geworden. De jonge Bush. En hoe kwam dat? Omdat in de swing state Florida een zodanige chaos was aangericht. Niet waar dat niemand wist hoe het precies zat. En toen heeft het Supreme Court op een goed moment gezegd, we stoppen de hertelling. Een schandelijke juridische coup. Goed.
Obama heeft ruim gewonnen in 2012. Obama heeft nog veel ruimer gewonnen in 2008. Gore heeft gewonnen in 2000. Daarvoor heeft Clinton twee keer gewonnen. Dus u ziet eigenlijk dat de Republikeinen er nauwelijks aan winst toekomen. Dat is belangrijk. Wat ik zei van de opkomst is ook belangrijk. Want in de midterms komt ongeveer de helft van de kiezers op. En wie komen er altijd stemmen, ook wanneer het eigenlijk niet zo dringend noodzakelijk is? Oudere, blanke kiezers. Dus Obama heeft tweemaal bij de midterms dik verloren, terwijl hij een zeer populaire president was. Dus de opkomst is van belang. Als u dat eigenlijk gek vindt, moet u even aan Nederland denken. We hebben ook getrapte verkiezingen voor de Eerste Kamer. Dat zijn de zogenaamde Provinciale Statenverkiezingen. Wat is de opkomst bij Provinciale Statenverkiezingen? 48, 49, 50%. Wat is de opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen? Nog wat lager. Wat is de opkomst bij waterschapsverkiezingen? Nog lager. He? Wat is de opkomst bij Europa, Europese verkiezingen? Nou, dan zijn we blij als we boven de 40% scoren. Dus wij kennen precies hetzelfde probleem. Heeft u zich nooit afgevraagd? Wat gek. Dat wetten wel in de Eerste Kamer worden aangenomen en dat dan in de Tweede Kamer worden aangenomen en dat dan de Eerste Kamer zegt van ja, dat kunnen jullie wel doen, maar wij zijn er tegen. Hè? Dat komt omdat het electoraat voor de beide kamers heel verschillend is. Hè? Dus door opkomstverschillen krijgt de democratie eigenlijk een dysfunctioneel karakter. Hè? Die eigenlijk door de verschillende verkiezingscycli, die draaien tegen elkaar in. Nou, alles bij elkaar optellende zou het mij enorm verbazen als Trump zou winnen. Moet ik u eerlijk zeggen. Ik kan u geen enkele garantie bieden. Ik kan u hoogstens nog beloven dat het Amerikaanse systeem zo in elkaar zit dat mocht Trump in het Witte Huis terechtkomen, dat hij door het Supreme Court, door het Huis van Afgevaardigden, door de Senaat eigenlijk volledig geblokkeerd kan worden als ze dat zouden willen. He, dat hebben ze bij Obama per slotverrekening ook voor een belangrijk gedeelte gedaan. Als u daar gelukkig mee bent, allee. Maar hoe dan ook, Trump zelf is eigenlijk een signaal van alles wat er fout is met het Amerikaanse politieke systeem en de Amerikaanse samenleving. Ik moet er ongelukkigerwijs een eind aan maken. Er zijn nog veel interessante dingen die ik met u had willen bespreken. Maar mijn hoofdprobleem is eigenlijk, en daar moet u maar eens over denken, en u kunt dat ook verder verspreiden in uw kennis en uw vriendenkring, hoe het toch in godsnaam mogelijk is dat al die westerse samenlevingen, want Nederland is natuurlijk niet de enige, allemaal gegijzeld worden door die pak en beet 20% boze burgers die er zijn. En terwijl die andere 80%, neem u, mijzelf, de tevredenheid zelf, optimisten, empathische genieters, niemand is erin geïnteresseerd. Waarom is dat niet zo? Dat ligt aan de media. De media zijn helemaal niet geïnteresseerd in tevreden aardige mensen met empathische neigingen. Want u weet het, goed nieuws is geen nieuws. Hè? En zolang dat zo is, nietwaar, zal, en u naar de televisie kijkt, want dat is het fijne van de televisie, dat ze elke 24 uur weer alle ellende van de wereld verzamelen om naar u toe te pompen om 8 uur 's avonds. Dat je denkt, hoe is het godsmogelijk dat we hier nog in leven zijn en ons normaal gedragen. Hè? Is het u niet wel eens opgevallen als u in een gek, ver verwijderd land bent waar je altijd ellende over hoort op televisie. En als je daar dan bent, dan denk je nou, het gaat hier prima. Ja. Het bus rijdt op tijd. En je wordt in het hotel niet vergiftigd. En, nou ja,